Basiel Camara, de aanvoerder van DVS 33, al 3 maanden. 3 maanden met plezier, Basiel? Ja, 3 maanden met heel veel plezier. Ja. Ja? 5 jaar al. Ja, al 5 jaar met plezier bij DVS, maar 3 maanden aanvoerder. Ja, inderdaad. En ik denk dat het een goed seizoen is om aanvoerder te zijn. Ik ben tevreden, ja. Je bent tevreden. En tevredenheid, dat gaat natuurlijk altijd gepaard met de sfeer binnen de ploeg. Die is goed. De sfeer is zeker goed. Ik denk ook dat het te maken heeft met de nieuwe jongens. En inderdaad, als het goed gaat, is de sfeer natuurlijk beter. Kijk, we willen graag natuurlijk bovenaan eindigen. En daar staan we nu niet. Maar ik merk wel aan iedereen dat iedereen er wel het grootste vertrouwen in heeft. Die focus is dus echt duidelijk aanwezig. Zo van, ja, want ik weet gewoon dat als de sfeer in een team goed is, dat je dan iets onoverwinnelijks krijgt met elkaar. Begint dat langzaam maar zeker te groeien? Ja, dat kan je wel stellen, ja. Natuurlijk, voetbal is grappig, hè. Je wordt met 30 man word je in de kleedkamer gepleurd. En dan moet je het maar uitzoeken met z'n allen. Maar ik merk wel dat hier inderdaad echt wel wat aan het groeien is, ja. Oh, dat merk je ook gewoon tijdens de training. Hè? Ik zag jou op een gegeven moment ook, wanneer was dat, afgelopen donderdagavond geloof ik, even flink uithalen tegenover Enrico Patrick. Was dat als aanvoerder of gewoon als speler? Ja, ik denk meer als speler. In het heet van de strijd moet je elkaar kunnen aanspreken. En dan moet je natuurlijk in de kleedkamer elkaar weer een hand kunnen geven en een biertje kunnen drinken. En ik denk dat acceptatievermogen nu zeker aanwezig is. Hebben jullie dat als heerlijk ervaren, dat weekje even los van alles? Ja, ik moet zeggen dat gebeurt eigenlijk nooit. Hè. Weinig tijd thuis eigenlijk, normaal tijdens het seizoen. Dus dan is dit wel ideaal, lekker momentje om even bij te denken. Juist. En daar heb jij met name natuurlijk enorm van genoten. Je bent even lekker naar warmere orde gegaan. Ja, inderdaad. Ik heb het even goed van genomen en ik heb even een weekje Turkije gepakt, ja. En daar kom je absoluut niet van aan of zo, hè? Want je blijft natuurlijk in een superconditie. Ja, ik heb met 30 graden op het strand veel voor mezelf getraind. 's Ochtends 6 uur opstaan en dan in de avond nog even de gym in mijn eentje en om zo mezelf op peil te houden. Hey, waar ik benieuwd naar ben, hoe is het met je zoon? Die leidt je natuurlijk langzaam maar zeker op. En, is dat een lekkere voetballer of hoe zit dat? Ik moet zeggen, het seizoen is net begonnen voor hun. Hij zit samen met die kleine van Benna en het team. Ben en ik stonden vorige week woensdag aan de zijlijn en we zaten te twijfelen om ze misschien op dansen te doen. Want de jongens zijn alleen maar bezig met dansjes van Fortnite en een nieuw hesje die ze hebben gekregen. Maar goed, ze zijn nog jong, hè, dus we hebben nog even de tijd. Dat is ook heel erg belangrijk. En na een doelpunt, als je maar na een doelpunt een dansje maakt dan, hè? Ja, we moeten ze wel opletten als er wordt gescoord, want dat doen ze niet echt. Dat doen ze niet. Nee. Die kleinzoon van mij, die kijkt naar de vogels. Oh, wat een mooie vogel! En voor het wist was de vogel gevlogen, de tegenstander. Ja, precies. Inderdaad, voor het weet is de vogel gevlogen. Ja. Maar ja, lekker astma plezier, dat is mooi. En zaterdagmorgen genoten van die kleine guppies? Ja, dat is superleuk. Echt, ik hoor ook veel jongens in de kleedkamer die het ook niet eerder hebben gedaan. Maar het is superleuk om te doen. Echt, wij hebben ook genoten. Ik denk dat de kinderen hebben genoten, maar voor ons was het ook leuk om te doen. Mooi, 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 mooi. Hey, jullie gaan op trainingskamp, heb ik begrepen. Gaat het allemaal goed, de financiën daarvoor en zo? Er moet wel het een en ander nog voor gebeuren. We hebben de voorspelling voor de wedstrijd met het doelpunt die valt. Die actie hebben we natuurlijk gedaan. En ik geloof dat Henry Pijnenburg nu een actie met Zalm heeft opgezet. Met meneer De Groot als sponsor. Dus moeten we nog even aan de bak om het gat te dichten. Om echt daadwerkelijk op trainingskamp te kunnen. Dus we zijn hard bezig. Dus alle beetjes helpen. Is de locatie al bekend? De locatie is bekend, ja. We gaan naar Albufeira in Portugal op 3 januari. Hopelijk is het nog een beetje weer dan. En ik geloof dat er Rijnsburgse boys en Rijnvogels daar ook gaan huishouden. Dus daar hebben we nog een leuk oefenpotje om te spelen. En natuurlijk goede faciliteiten. Verder zijn mooie trainingsvelden, dus we kunnen daar goed aan de bak. Geweldig, geweldig. Jij als aanvoerder, heel veel succes met je team. Leid ze naar goud. 2020. Daar smachten we wel naar. Hè? Het is nodig. Ja, dat ga ik doen. Jij smacht er ook naar, of niet? Heel erg, heel erg. Goed, veel succes ermee. Bedankt. Ja, geen dank, geen dank.